Na deze video heb ik uit zitten kijken, jongens. Niet alleen hebben wij nu Elite 3 gehaald, omdat ik uiteindelijk toen ik heb gespeeld tot een 29 wins. En daarmee mezelf verzekerd van 2 Team of the Seasons van het EA Team of the Season. Naast onig is het krijgen van een 100k packie. Naast dat zijn er ook nog de monthlies nu eindelijk uit. Elite 1 maandelijks betekent dat ik 20 Team of the Seasons krijg. Waarbij de enige Team of the Season die ik kan krijgen van de vrijdag Team of the Season zijn geweest. Ik kan alleen maar van de Calcio A krijgen, de La Liga, de Premier League, noem het maar op. Eigenlijk alleen de goede leagues die uit zijn gekomen, daar kan je dan 20 Team of the Seasons voor krijgen. Dus de kans dat ik Ronaldo pack of Lionel Messi is toch best wel aanzienlijk. Dat is natuurlijk een grapje, maar de kans dat ik een heel goede pack is wel heel aanwezig. De kans dat ik een Walker pack is bijna 100%. Dus we gaan kijken of we dat ook gaan halen. Vergeet niet alvast de video te liken. En ik ga maar eens beginnen bij het openen van die monthlies. En daarna gaan we nog eventjes de weeklies doen. Wat is nogmaals Elite 3 is. We gaan even de rewards claimen. We krijgen dus hier Elite 1 voor de maand. Dat betekent dus een tenue voor de Champions Elite. Voor de goud. En natuurlijk de Elite 1 voor Champions pack. En dan gaan we over naar Elite 3 wekelijks. Waar ik dus het Ultimate Team of the Season pack krijg. Een Jumbo zeldzame spelers pack. En ook nog 70k om het team verder uit te breiden. Deze avond als ik het opneem, krijgen we ook nog de kans op een premium SBC. En ik denk dat dat tot die wordt. Als deze video uit is, zou je het waarschijnlijk al wel weten. Ik weet het nog niet. Als het tot die wordt, ga ik hem sowieso unlocken in mijn team. Dat kan je waarschijnlijk daar ook wel zien als ik mijn team eventjes laat zien. We gaan het packje maar eens openen. Elite 1 FUT Champions pack. 20 exclusieve FUT Champions versies van Team of the Season spelers. Dit kan eigenlijk alleen maar goed uitpakken. Ik ben heel benieuwd wie we gaan packen. Ik kan jullie niet langer laten wachten. We gaan het packje openen. Wat gaan we krijgen? We krijgen naar de walkout. Dat was al vrijwel zeker. Ik heb niet naar de vlag gekeken. Dus hopen dat het de goede is. We krijgen dus 20 heel goed in theorie. We krijgen de Duitse vlag, de Belgische vlag. Duitse vlag, dat betekent een centerback. En we krijgen Hummels als allerbeste. Hummels is een rating van 95, volgens mij 94. Oké, dus dat is wel iets minder dan ik verwacht had. Ik had eigenlijk wel een 96 rated verwacht. Maar een 94 rated om te krijgen is ook altijd enorm ziek. Dus ik ben benieuwd wie de anderen zijn die onder deze Hummels staan. We kunnen nog altijd N'Golan krijgen. We kunnen nog Kante krijgen, dat ik zo bedenk. Heel veel andere mogelijke goede. We gaan dan maar eens kijken wie we nog gaan unlocken daarnaast. We krijgen dan ook nog Kane, Immobile, Tauver, vind ik heel chill. Ellie, Vertonghen, Herrera, Carvajal zijn allemaal elkaars die ik goed kan gebruiken. En de rest hier zijn toch heel veel 37 races die ik waarschijnlijk niet zal gebruiken. Maar alsnog wel een keertje in het team wil passen. Hier krijgen we Marcelo dan. Ex-PSV'er is natuurlijk altijd grappig. Klushakov laatst nog gebruikt. Gelson Martins, ook een heel erg goede speler. Ter Stegen heb ik laatst keer gepakt. Nogmaals, ik ga van gauw herinneren voor die Spaanse link met Vertonghen. Ik ga sowieso proberen een teamje te maken met al deze rode kaarten. Het enige jammer is dat ik dus Ellie heb, terwijl ik al de Player of the Year heb. Dus die kan ik waarschijnlijk niet gebruiken, want ik wil toch de Player of the Year houden over deze kaart. Tauver ben ik denk ik blij mee. Die wilde ik heel graag nog een keer gebruiken. Is ook een heel goede kaart papier. Immobile heel sick. Kane heb ik zo mogelijk iedere kaart ervan gehad. 38, 39, 90. En ook de 94. En Hummels. Altijd een leuke centerback om een keer uit te proberen. Maar ik ben er al met al, denk ik, gemiddeld tevreden mee. Ik geef het packje denk ik een 7 uit 10. Kan altijd beter, maar ik ben er alsnog heel tevreden mee. En ik ga sowieso proberen om een team te maken met al deze spelers. Want ik zie al dat ik heel veel Spanjaarden heb die ik prima samen kan passen in een team van 11. We gaan naar de club sturen. Zie vanzelf wat ik ermee ga doen. En dan hebben we nu nog de wekelijks rewards over. We hebben een 100k pack. En nog een Team of the Season pack. We gaan eerst door naar het 100k pack. Dan gaan we de Team of the Season packs doen. En we beginnen dus eerst met deze. We gaan hem openen. Wat krijgen we dan? Geen Walker. Krijgen we een andere goede? We krijgen 2 24 plus spelers. Dat betekent dus dat we spelers hebben die we prima kunnen gebruiken. Thiago hier. Kunnen we denk ik goed, kan goed van pas komen met die SBC. Waarschijnlijk van Xabi Alonso van de End of an Era die 100% gaat komen. Want dat is namelijk ook een Spanjaard van Bayern München. Dus kan prima van pas komen. Ga ik naar de club sturen. De rest komen we niet echt gebruiken en hebben dus gediscard. En hebben nog het Elite Ultimate Team van het seizoen pack over. Dit betekent dat we nog 2 Ultimate Team of the Season spelers krijgen die tradable zijn. Dus we kunnen nog 2 mogelijk heel goede krijgen. We kunnen ook altijd Ronaldo of Messi krijgen. Hazard is heel veel waard. Neymar zit er niet in. Ik dacht dus dat die erin zat, maar die zit er eigenlijk helemaal niet in. En zo nog een aantal andere 98 rates, 97 rates. Ik ben dus heel benieuwd wie we gaan krijgen. We gaan het packje openen. Hopelijk krijgen we een goede. Het is 100% een walkout. Ik kijk niet naar de vlag. Hopen dat het een goede is. Zou wel leuk zijn als het een heel goede is. Ik bedoel, voor de laatste keer toen ik een goede packen. Geen vlag. Wat betekent dat? We krijgen Hamsik. Oké, die heb ik al. Dus die kan ik dan alsnog verkopen. Dus dat is heel mooi meegenomen. We packen dus Hamsik. Had ik de vorige keer volgens mij ook. Die gaat toch nog voor 200k. Kijk wie er is. Wie er nog onder staat. En dat is Kane opnieuw. We krijgen weer Kane. Ik word echt geteisterd door Harry Kane. Die pack ik zo enorm vaak.
Maar ik ga helemaal niet klagen. 294 rated spelers. Even kijken wat Kane waard is. Kane is 180k waard zo te zien. En dan gaan we nog even kijken wat Hamsik waard is. Die zal denk ik ongeveer voor dezelfde prijs gaan. Toch echt ziek dat die 94 rated toch voor zo weinig gaan in verhouding. Maar we gaan hem lekker verkopen. Ik zie vanzelf wel wat ze waard zijn. En dan gaan we ze nu even op de transferlijst plaatsen. Ik moet nog even kijken wat ik met mijn team ga doen. Het is toch altijd een heel goed team. Ik gebruik het heel graag. Maar ik wil ook heel erg graag die futties gaan unlocken. En dat zijn best dure spelers. En daar moet ik waarschijnlijk een aardig wat coins voor hebben. Dus ik moet kijken of ik die spelers misschien ga verkopen. Dat ik ze gewoon houd. Want ik denk niet dat ik nog heel veel fut champions ga spelen. Dit weekend nog wel. Maar de weken daarna weet ik niet heel zeker meer. Dan vind ik het leuker om die spelers te unlocken voor andere video's. En daar verdere video's mee te maken. We gaan eentje kijken nog naar mijn tradables. Naar mijn untradables. En dan hebben we hier eigenlijk meteen, als we die laag hoog gaan, toch gewoon een aantal rode kaartjes. En dan komen hier bij de wat betere tradables. Eriksen, Lukaku zijn allebei in die team of the season. Hier komen een paar team of the seasons door Klushakov. Driussi dan, die op zich alsnog best prima stats heeft, maar 3-sterren skills, 3-sterren weak foot, niet ideaal. Bruma is wel leuk. Gelson Martins, dit zijn allemaal die spelers die ik dan had gepakt uit het team of the season pack. Roger speelt dan in de tweede Spaanse league, dus die is heel moeilijk te linken. Normaal Hamsik van 88, in plaats van de team of the season die we net gepakt hebben. Fazio zal me ook blijven achterna gaan, dat hij ook heel vaak heb gepakt. Coutinho dan een normale speler die ik nog heb unlocked, die niet van de team of the seasons is. En dan hebben we hier de hoogst rated, de 90-plussers. Herrera, Vertonghen, Ali, Immobile, Tauvin. En dan komen de allerhoogst rated, namelijk Suarez, Hummels en Kane. Ik ben heel benieuwd met hoe mijn club eruit is gaan zien. Dit was waarschijnlijk de laatste maand die ik volledig zou spelen van de Fit Champions. Ik ben dus heel benieuwd wat ik nog ga doen voor de rest van het jaar. En anders gaan we lekker voorbereiden op FIFA 8 die over een paar maandjes komt. Ik wil heel graag bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je de video leuk. Vergeet niet de video te liken als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video, jongens. Later.